Een bezoek aan het openluchttheater wordt straks veel leuker. Vanaf volgend jaar kunnen jong en oud namelijk genieten van voorstellingen onder een prachtige overkapping die beschermt tegen regen en zon. Het ontwerp komt van de hand van architect Ivo Rosbeek. Wil je die plek weer bij elkaar krijgen, zul je één element moeten hebben wat de boel verbindt. Als je op een camping zou zitten en wij zitten samen onder hetzelfde afdak en het begint te regenen. En in die hoek zitten een paar mensen op te treden en wij zitten hier als publiek. Op het moment dat wij samen onder datzelfde dak zitten en om ons heen regent het, voelen wij ons verbonden. Dat was de gedachte om te zeggen van nou, we moeten voor één groot element gaan. De overkapping krijgt een open vorm die helemaal opgaat in de omgeving. Deze pilaren zien eruit als boomstammen. En dadelijk het zeil dat erop komt, ziet van de onderkant uit alsof je onder een boom staat en in de bladeren van de boom kijkt. Dat is ook wat we hebben willen bereiken, dat het wel overdekt is, maar het moet wel in de natuur van het park passen en in het geheel opgaan. In samenwerking met IBA Parkstad wordt ook de groenomgeving van het theater flink aangepakt. Het openluchttheater zal straks weer een plek worden waar tal van activiteiten kunnen plaatsvinden, groot en klein, en waar Brunsum weer samenkomt. Dan is de missie van Ivo en Hugo geslaagd. Ik zou het prachtig vinden als er straks eens een nieuwe aanzichtkaart zou komen met groeten uit Brunsum Openluchttheater. We krijgen hier dadelijk in Brunsum iets unieks, een landmark voor Brunsum. Waar iedereen in Brunsum trots op mag zijn en waar iedereen van buitenaf zeer zeker zal komen kijken. De bouw van de overkapping verloopt voorspoedig en de oplevering is gepland in het najaar. Het overkapte openluchttheater zal voor het eerst in gebruik worden genomen in het theaterseizoen 2021. Meer informatie over het openluchttheater is te vinden op www.onsbrunsum.nl.